En toen was het heel fijn, vond ik, dat jij toen hele praktische dingen hebt aangedragen. Sowieso een verbetering in workflow. Ja, dus dat was wel echt helpend. En gewoon een aantal inzichten zo van waar ik op moest letten of waar ik op kon letten. En ook wel een stukje relativering. Zo van, dan ben jij heel erg, vind ik. Ik kan dan ook best wel paniekerig zijn en dan wordt alles een heel groot probleem. En jij kan dan heel erg dingen zeggen, zo van ja, maar als je het zo bekijkt, dan is het eigenlijk toch helemaal niet zo'n groot probleem. Of dan komt het toch eigenlijk allemaal wel goed. Ja, daar ben jij echt wel heel goed in, vind ik. Dat is denk ik ook een beetje een man-vrouw verschil. Maar ja, dus daar heb ik echt wel wat aan gehad. Ben je dan achteraf blij dat je het hebt gedaan? Ja, ben blij dat ik het heb gedaan, zeker. Ja. Mooi. Ja. Ja, en ook met jou. Want ik vind het ook gewoon. Je bent gewoon wel echt een prettig persoon om mee te praten. En wel heel. Hoe zeg je dat? Betrokken en respectvol als je luisterde naar mij. En niet echt een oordeel of zo. Vind ik heel waardevol. En ja, je zei natuurlijk ook over de awards. Waar ik eigenlijk helemaal. Dat was totaal geen doel van mij toen ik startte. Had ik nog niet eens aan gedacht. Dat kwam gewoon niet voor in mijn vocabulaire. En dan natuurlijk met jouw inzicht en jouw hulp van hoe ik dat dan moest aanpakken en met welke foto's. Ja, heel fijn. Dus ja, en dat is dan natuurlijk heel tof dat daar dan ook nog eens iets uit is gekomen. Maar jij hebt wel bepaalde dingen gezegd die ik af en toe nog in mijn achterhoofd jou hoor zeggen, weet je wel, van ja, maar ja. Of wat vind je, dat vond ik dan soms ook best irritant. Dan zei jij, ja, wat vind je dan zelf? Of wat is voor jou dan, wanneer is het voor jou succesvol? Jij wilde ook dan dat ik zelf het antwoord al gaf. Ja, zeker weten, want dan ga je het bij jezelf. En dan dacht ik, ja, jij bent toch mijn coach? Dan moet jij tegen mij zeggen. Wat irritant. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dan word je gedwongen om zelf na te denken. Om zelf erachter te komen wat je dan eigenlijk wil en wat je eigenlijk vindt. Wat dat betreft ben je wel wat sterker. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, ben ik sterker dan in oktober. Dat vind ik wel heel fijn om te horen. Ja. Goed zo. Ben je dan achteraf blij dat je het hebt gedaan? Ja, ben blij dat ik het heb gedaan, zeker. Ja. Mooi. Ja. Ja, en ook met jou, want ik vind het ook gewoon. Je bent gewoon wel echt een prettig persoon om mee te praten. En wel heel, hoe zeg je dat? Betrokken en respectvol als je luisterde naar mij. En niet echt een oordeel of zo. Vind ik heel waardevol. Maar ja, dat is ook wel jouw uitstraling, of ja, hè, jouw toegankelijkheid. Dat is fijn als je een coach hebt waarbij je het gevoel hebt van, nou, hier kan het, bij wijze van spreken alles tegen zeggen.